Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Jawel, ik ga proberen te herbeginnen, want het is nodig na een grote break. Ik zit nog altijd vast met mijn rug. Het is niet leuk. Ik zit er al een maand mee te sukkelen nu. Maar stap voor stap heeft de kinesist gezegd dat het al vooruit gaat. Dus daar ben ik wel blij om. Ik heb gisteren nog voor mij sandwiches gemaakt. Ik ben eigenlijk zonder eten naar de kinesist gegaan. Zonder de GoPro mee te nemen naar de kinesist gegaan. Hoe stout. Ik heb hier mijn sandwich. Voilà. Eet ik dan ook nog even op. En dat deed niet goed. Daar eet ik graag een glaasje melk bij. Daar heb ik dus ook nog altijd moeite mee. Gewoon voor een liter, hè. Heb ik zoveel moeite om vast te pakken. Ik ga ook een tasje nemen. Je weet, ik pak altijd zo van die halve liter glazen. Een halve liter gevuld. Zelfs nog nee. Ik denk niet dat ik vandaag de gordijnen daar ga open doen. Oh, mannetjes. Kom maar even naar boven. Kom maar even naar boven. Je helpt toch mijn powerbank te zoeken. Je hebt mijn powerbank ook kwijt. En zij is ook afgekomen om mij te helpen met die zoektocht naar mijn GoPro. Ik weet het dus niet waar ik die fucking al heb gelegd. En zo van, ja, daar leg ik hierin, daar leg ik hierin. Maar niks. Hier in mijn schap. Wow, daar valde mijn... Mijn, wat zeg je het? Keukenrol. Ja, even. Oké. Ja, even deze maken. Ja. Waar kan mij hier het laatste renderen? Nee, dat is die karrel niet. Aan de kant. Wacht eens. Nee, toch niet. Ik dacht dat ik een kabeltje zag. Dus we gaan nu verder even zoeken, mensen. Tot straks allemaal. Jojo. Zo, mensen. Ik ben nu de voorbereidingen bezig voor de Q&A. Ik heb hier ook een tafeltje hier zo langs mee gezet. Daar kan ik ook mijn drank op zetten. Ik ga hoogstwaarschijnlijk ook nog livestreamen na mijn QQQ&A-opnames. Ik ben wel eens benieuwd wat er eigenlijk allemaal is binnengekomen.
want ik ga ook van de laatste Q&A op YouTube. Kijk hoe lang dat geleden is. Daar ben ik nu wel eens benieuwd naar. YouTube. Je kanaal. Video's. Van 22 juli al geleden. Damn, dat is al even. Zo, ja, zo heb ik zo gelijk Planet Coaster gedaan. CU Land giveaway. Vlog 1872. 7170 komen er dan ook nog aan. 69. 1868. Oh ja, de trivia. Die gaat er ook nog sowieso door terug in zitten. In deze opnames ook nog. Ja, trivia time. Eerst trivia time. Ja. En dan, dus ja, ik laat jullie ook. Ik ben ook vandaag naar de kinesis geweest. Oeh, ik heb hier redelijk wat kaartjes. Ik ga die schuffelen. Schoffelen. Hoe noemen jullie dat? Schuffelen of schoffelen? En de kaartjes wat ik al heb gebruikt, die liggen al aan de kant. Hè. Wacht, hè. Hoeveel kaartjes zijn dat? Hoeveel kaartjes heb ik al eigenlijk al gebruikt? Dan ben ik wel eens benieuwd naar 1, 2, 3... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En ik ga nu de 13e kaartje trekken. 13 en 14. Even dan een stoel aan de kant zetten. De bovenste kaart. Hoe noemen de Engelsen Nederland? Dus hoe noemen de Engelsen Nederland? 5, 4, 3, 2. 1. Holland. Welke Vlaamse Beatles lieten 14 maal na elkaar het Antwerps Sportpaleis vollopen? En nu al meer. Welke Vlaamse Beatles lieten 14 maal na elkaar het Antwerps Sportpaleis vollopen? 5. 4. 3. 2. 1. En dat was dus Clouseau. Over welk groot land regeerde de Chang-dynastie? Over welke groot land regeerde de Chang-dynastie? 5, 4, 3, 2, 1. China. Welke vogels met een zwart, blauw en wit vederkleur draagt, durven wel eens een sieraad te stelen. Ah, ja, ja, ja. Denk ook nog maar eens aan een vroeger, aan een comicske. Ik weet niet meer juist van waar. Was dat van Alfred Jodocus Kwak? Ja, daar zit dan ook zo een slechterik in. En die steelt dan ook zo die juwelen. Ja, ja, sieraden. Ja, ja, en wat voor een dier was dat? 5, 4, 3, 2... 1. Een ekster. Waarvoor staat de I in IT wanneer je weet dat de T voor technologie staat? 5, 4, 3, 2, 1. Informatie. Welke dansers begeleiden zichzelf met klepperende castagnetten? 5. Ik weet sowieso dat niemand dat weet. 5, 4, 3, 2, 1. Flamingo dansers. Alsjeblieft. Willen jullie dat ook de vragen en de antwoorden ook terechtkomt op www.psychotv.be? Laat het hieronder in de reacties dan weten. En dan ga ik dat ook wel eens op mijn website ook zetten. We gaan nog één kaartje doen en dan gaan we zeker, maar ook echt zeker beginnen aan de Q&A. Of anders gaat de vlog gigantisch lang zijn. Want ik denk dat ik ook nog zelfs, als het nog lukt met mijn rug, want ik voel nu al wat. Ik ga zelfs Ibuprofen innemen en Tramadol. En ik zeg jullie,
Dat zijn heel goede medicatiekes. Die je eigenlijk niet wilt innemen, want daar zit je hè van. Oké. Nu. Hier. De laatste 6 vragen. Wat bedoelt een Griek als hij nai zegt? Dus N-A-I, hè? Wat bedoelt een Griek als hij nai zegt? Dus N-A-I. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Dat was de antwoord. Ja. Onder welke naam zingen Luciano Pavarotti, José Carreras en Plácido Domingo samen? Ken ik niet. Ik ken het totaal niet. 5, 4, 3, 2, 1. En het antwoord is... De 3 tenoren. Oké. Deze moeten jullie wel weten. Welke kon tijdens de slag van Waterloo zijn paard niet berijden wegens aanbijen? 5, 4, 3, 2, 1. Napoleon. Hoe heet de vriend die Robinson Crusoe vlak voor het weekend ontmoette? 5, 4, 3, 2, 1. I don't know, ik weet het dus niet. En het is vrijdag, oké. Welke knaagdier roept haar kleintjes door met de oren te klapperen? Ik denk een konijn, hè? Ik denk dat. 5, 4, 3, 2, 1. Een haas. Ik zat er dichtbij. Een haas. Ja. Een haas. Oké. Dan. Wie zijn Verels, Otterongo en Paco de Ludo Filippa's naar elke wedstrijd meeneemt? Wat zijn Verels, Otterongo en Paco de Ludo Filippa's naar elke wedstrijd meeneemt? Ik weet het. 5, 4, 3, 2, 1. Zijn paard. Want Ludo Filippa's, dat is een paardrijder. En ja, die pakt altijd zijn paard mee naar de wedstrijden toe. Voilà, so. Dit was dus de Trivia Time. Jawel, dames en heren, Trivia Time. Oké, en nu de Q&A. Ik moet daar toch wel eens, ooit ook wel eens ook zo'n een intro voor te vinden. Voor alles zo tijdens dat voor de stukken zo wat uit elkaar te halen. Trivia Time. Q&A. Als iemand dat kan maken is voor mij, stuur het op info@cycletv.be ofwel ga naar mijn Discord server toe en PM mij CycleTV en stuur het gewoon op naar mij toe. En als het te groot is, upload je op mijn website toe. En als ik het heb gedownload, zeg ik het jou en dan kun je het ook terug offline halen. Dan heb ik die op mijn harde schijf staan. Voilà. C'est ça. Ik ga nu naar de Q&A. Hallo allemaal en welkom nog eens een keer op de Q&A. Jawel, we gaan dus de vragen beantwoorden van zowel van YouTube als die van Discord. Dus op Discord zijn er terug wat vragen binnenkomen. Hoe is het met je rugje? Al groot dat je moet bewegen in plaats van stilzitten? Ja. Met een kinesist. Ik heb ook eens gezegd, ja, ik ga 5 à 6 kilometer wandelen. En dan, wat doet deze kieken? Trapte in een beverhol. Ik, joeps, in een meterke naar beneden gevallen. En ik zeg, dat deed pijn in mijn rug. Ontzettend pijn. Ik kan het niet voorstellen. Dan, spierversterkende oefeningen gehad. Ja. Oefening 1.
op de knieën zitten en naar voren met de handen lopen. Dus als je zo'n rollerken hebt, dan zo ook zo naar, precies zo naar voren gaan. En dan oefening 2. Knie optrekken van links naar rechts. Rustig laten vallen. Dus je hebt dan de knie. Je doet dit en dan heel rustig zo laten vallen. Maar dan met de knieën. Dus ja, ik heb versterkende oefeningen gekregen voor mijn rug. Die doe ik elke dag opnieuw en opnieuw en opnieuw. Dat mijn rug zeker in orde is. Want donderdag ga ik weer al iets meer weten van mijn kinesist. Hoe het zit als ik mag gaan werken, ja of nee. Want hun beslissen het erover. Het is niet de dokter die al deze keer beslist. Hahaha, nee, de kinesist. Want als het niet te goed in orde gaat met mijn rug, want ik zit nu ook zelfs te kraperen van de pijn. Ik heb beter ook mijn warmtekussen hier achter mij ingelegd. Dat kon heel goed deugd doen, dat hebben ze ook gezegd. Ja, voilà. Dan. E-mail. Is er al nieuwe vrouw in uw leven? We moeten de naam niet weten, gewoon weten of er iemand nieuw is. Nee, er is niemand nieuw. Nee. Exo, ik mis Bea. De DC, ik niet. Dan weer die XP. Ik had dat zo van die XP, hè. XP. Voor toch zo hoog mogelijk te kunnen ranken in mijn rankbot. Benny, hoe is het nu met uw mentale achterstand? Daar antwoord ik niet op. Hoe is daar al vooruitgang in geboekt? Dus ja, Benny, ik ga gewoon al stoppen. Dus dat is al onzin. Als je al over mentale achterstand al praat, dat is al beledigend. Dat komt echt beledigend over. Sorry, ik negeer u tot en met. Sorry dat er nu is echt dus deftige vragen van jou losbarsten. Voor de rest, sorry als jij heel veel vragen hebt opgesteld. Sorry, Benny. Ik kan er niks aan doen. Jij moet eens te goed ook eens leren van na te denken van wat voor vragen dat je stelt, dat ook niet beledigend ook overkomt. Dank u. Wanneer komt Konijntje eens mee op de livestream? Dat moet ik wel eens bevragen aan mijn schatje. Ja. Dan, de DC. Waar komen baby's vandaan? Ja, van de vrouwen. En van de spermacellen van de mannen. Voilà. Tuzia, die kan jij goed dabben. Is dat dabben? Ik weet het niet. Of dabben. Dan Doogie. Wat is je favoriete koekje? Oh, mijn favoriete koekje. Dat is een die koala beertjes waar chocolade in zit. Oh, lekker. Wat is je beste openingszin? Ik weet het niet. Ik weet het totaal niet. Sorry. Wanneer ga je trouwen? Ik weet het niet. Wanneer dat ik ga trouwen, dan moet er op een mooi moment aangevraagd worden. Meer niet. Dan staat er ook een vraag waar ik niet ga voorlezen. Wat vind je van het dodelijk ongeval van Fred Kroket? Wat vind je van het dodelijke ongeval van Fred Kroket? Heeft Fred Kroket een dodelijke ongeval gehad? I don't know. Ik vind er toch niks van terug hoor, Doekie. Dus, Dan Steven Noppen. Wat zijn enkele van je favoriete activiteiten om te doen
in je vrije tijd? Veel rusten. Nu de laatste tijd echt heel veel rusten voor mijn rug. Ook gaan wandelen. Dat is ook een van mijn favoriete activiteiten. Wat ik ook volgend jaar echt ook terug wil gaan oppakken is een mooie pretparkseizoen in mijn kander flansen. Dus dat ik naar pretpark, 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 naar pretpark gaat. Omdat van, ik speel terug heel graag Rollercoaster Tycoon. We zoeken wat gamen. Dus dat is ook een van mijn favoriete activiteiten om te doen in mijn vrije tijd. Hoe ervaar je de houding van anderen ten opzichte van je gewicht? Ik heb daar nooit geen problemen mee gehad, dus daar kan ik u jammer genoeg geen antwoord op geven. Zijn er bepaalde vooroordelen die je vaak tegenkomt? Nee. Weet je wat ik eens ga doen? Oké. De volgende vraag van Steven Noppen. Voor niks. Eén nieuw bericht, mijn keren als gelezen. Ja, die heb je toch gelezen? Steve Noppen zei: wat zijn enkele van je favoriete activiteiten om te doen in je vrije tijd? Hoe ervaar je de houding van anderen ten opzichte van je gewicht? Stop. Zijn er bepaalde vooroordelen? Hier. Dit wou je dat je dat voorleest. Dan moet ik het anders er doen. Het is wel leuk is om zo te doen. Welke sport of fysieke activiteit vind je leuk om te doen? Zo ja, hoe vaak doe je het? Steven Noppen. Ik heb geen echte activiteit van sport. Dus ik behoef het momenteel geen sport uit als je wandelen als sport doet. Ik probeer het nu wel gaan elk weekend te doen. Dus daarbij. Uw volgende vraag is: wat motiveert je om gezond te blijven of te willen afvallen, als dat iets is waar je mee bezig bent? Ik ben er totaal niet mee bezig om terug slanker te worden. Nee, ik ben er totaal niks mee bezig en zelfacceptatie. Wat motiveert je om gezond te blijven en te willen afvallen als je iets waar je mee bezig bent? Ik ben er totaal niet mee bezig. En uw volgende vraag is: heb je tips voor iemand die moeite heeft met zelfacceptatie? Steven Noppen, daar moet ik u jammer genoeg uw antwoord schuldig blijven. Want ik kan u daar niet in bij helpen. Voor zelfacceptatie te doen, dan moet je al bij een psychiater of zo gaan. Of iemand die daar echt gespecialiseerd in is. Je volgende vraag: hoe belangrijk is voeding voor jou en heb je favoriete gerechten? Hoe belangrijk is voeding voor mij? Niet zo belangrijk. Ik heb een favoriete gerecht als macaroni met kaas en hesp. Wat is een boodschap die je graag zou delen over lichaamspositiviteit? Wat een dat is, ik ken dat woord niet. Verwijzen, wacht hè, dat is dat. Ik zal het eens even laten voorlezen. Allee, lezen. Ah, oké. Aha, ik heb weer iets nieuws gevonden. Het wil dus niet. Dus ik heb dit gevonden. Wacht hè. Ik heb dit gevonden. Over lichaamspositiviteit. De term body positivity, Engels, vertaling, lichaamspositiviteit, verwijst naar een maatschappelijke beweging die er naar streeft om het zelfbeeld van
Die heb ik niet. Dus die heb ik jammer genoeg niet, Steven Noppen. Dus dan weet je dat. Hoe ga je om met opmerkingen van anderen over je gewicht? Daar heeft nog niemand ooit iets gezegd over mijn gewicht. Wat zijn enkele positieve veranderingen die je in je leven hebt ervaren, ongeacht je gewicht? Dat ik met YouTube redelijk wel mee bezig ben, maar dat er ook veel haters toch altijd tussen zitten. Dat vind ik wel jammer. Ja. En hoe je dat ervaren? Ik weet het niet. Ik heb dat gewoon op mij laten afkomen. Punt uit. Ik heb het gewoon op mij laten afkomen. Zijn er rolmodellen of influencers die je inspireren op het gebied van gezondheid en welzijn? Nee. Ik heb wel influencers waar ik heel graag naar opkijk. Dat is Game Meneer. Game Meneer die doet echt heel leuke video's. Levert die ook af en al. Ik moet nog eens wat video's gaan beginnen te posten ook op mijn Discord server en daar wat ook eens uitleggen rondgeven rond die video's en al. Zo, ik klik ook Govert Sweep, die reist de wereld volledig rond. Maakt heel mooie reportages waar hij ook allemaal naartoe gaat. Hij bezoekt ook gevaarlijke gebieden en al. Voilà. Dus dat zijn mijn rolmodellen van influencers. Hoe belangrijk is het voor jou om je comfortabel te voelen in je kleding? Ik doe casual kleding aan. Dat is gewoon een dagelijks gewoonte. Ik heb nu gewoon maar een t-shirtje aan. Ik heb gewoon een korte broekje aan, een onderbroekje aan, sokken aan. Voilà, en dat is het. Ik vind even iets heel raars. Oké. Maakt niet uit. De volgende vraag van Steven Noppen. Welke rol speelt mentale gezondheid in je algemene welzijn? Welke rol speelt mentale gezondheid in je algemene welzijn? Heel belangrijk, want ik wil echt ook fit zijn. Ik wil kunnen werken gaan. Ik wil een gewoon dagelijkse leven kunnen leiden. Zoals ik een gewone mens, maar dat lukt mij niet, jammer genoeg. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ik geef dat eerlijk ook toe. Ik heb daar echt heel veel moeite mee. Ja, meer kan ik daar ook niet van zeggen. Wat zijn enkele van je favoriete manieren om te ontspannen of tot rust te komen? Dan zit ik veel op mijn mobiel wat spelletjes te spelen en dat brengt me ook wel gewoon tot rust. Steven Noppen. Welke dromen of doelen heb je voor de toekomst? Dat ik meer kan gaan reizen, meer op mijn eigen, op mijn eigen benen te kunnen staan. Dat is mijn doel. En mijn droom om niet altijd hulp te hebben van andere mensen. Wat ik nu wel heb. Dus, voilà. Dit waren de vragen van, jawel, Discord. Nu komen de vragen van YouTube eraan. De eerste vraag, vlog 1868, nu is het eerst, komt van Hamza. En die heeft het volgende gezegd. Het is duidelijk dat jij voor niets moet betalen. De kraan openen om water erbij te laten lopen, om dan de stop uit te trekken, zodat al uw water weer weg is. Is dat waar? Ik ga eens even zo eens kijken, want hij heeft daar ook een beeld opgezet, ziet. Oh, deze mag even weg. Ziet, hier zijn ook wel de reacties. Ik zal eens even kijken. Je moet toch nog wat koud water in laten lopen. Waarom? Krijg mij dat handje er niet helemaal in. Ah ja, ik zie het hier. En dan zeg ik jullie, ja, waarom laat je dat dan niet afkoelen? Ah ja, oké. Ik snap hem. Ja.
Ik zal die volgende keer gewoon laten afkoelen en dan pas de stop eruit trekken. Dan is er ook minder gezever, dank u. De enige wat jij op je boterhammen doet is suiker, gerelateerde ingrediënten. Als jouw mening dat dat is, dan is dat jouw ook zo'n mening. En dan zegt hem ook nog dit, e-mails pro viewpot. Jij bent mensen veel te snel. Ban ik echt mensen veel te snel? Dat is dan jouw mening. Dan gaan we door naar de vorige Q&A. Die is al echt heel lang geleden, van 22 juli. Bijna meer dan een maand geleden. Daar zijn 4 reacties op gekomen. Goeie Hamza, hahaha. Huh? Okay. Dimi, als jij gaat magneetvissen, heb je soms last om die magneet van jou af te krijgen? Hahaha. Ah, van mij af te krijgen. Ja. Dan heb je nog 3730, lol. E-mail, heb jij een toestel in de badkamer waarmee je komt? Promomaat, zodat je kan gerimd worden? Ja, oké. Okay. Dus zo van die vragen, als dat ook in de toekomst gericht is, ook naar jou toe, e-mails profielbot. Ik ga daar dan niet meer op in, want dat is zijn... Ik geef al heel veel van mijn eigen privé al weer op het internet. Ik geef dat ook eerlijk toe. Er staat heel veel van mijn privégegevens ook op het internet. Wat ik ook doe en al. En ik ga dat ook zo een klein beetje nog wat meer privacygericht werken. Wat houdt dat in? Dus zowel over mijn seksleven als mijn partnersleven en al. Daar ga ik niet meer over uiten. Daar ga ik ook niet meer in mijn vlog steken. Daar ga ik ook niet meer in mijn Q&A steken. Over mijn mentale gezondheid. Dat ga ik ook er altijd uitlaten. Dus als daar vragen rondom zijn. Die zoals nog wel laten afspelen. Maar ik ga dat daar eens een keer dan zeggen. Geen commentaar. Voilà. Dan TP Potter, die heeft het volgende geschreven. Leuke Q&A, Dimi, blijf doordoen met wat je graag doet. Ik hou echt van je filmpjes. Ah wel, love you. Dan Boterham Vlogs. Dat is, die heeft het volgende gezegd. Goede Q&A, blauwe duimpje omhoog. Omhoog. Dat was grappig. Dan moet je zo van die reacties om meer schrijven, Boterham Vlogs. Hoor hè? Goede Q&A, blauwe duimpje omhoog. Hoog. Goede Q&A, blauwe duimpje omhoog. Oké. Okay. Ja. Dan vlog 1868. Daar zijn 5 reacties op gekomen. Alivator, tof vlog weer al. Doe zo verder. Dan Boterham Vlogs. Dimi, ik ga eerlijk zijn. Die dingen van website aflees boeit niemand. Datums, Olympische Spelen, het weer en veel van trivia vragen zijn zoveel verouderd dat de antwoorden soms niet meer kloppen. Dat is ook weer waar. Dat heb ik ook wel ondervonden. Ook weer vandaag met een Q&A vraag van Clouseau, waar de antwoord van was. Hoeveel keer dat die het Sportpaleis al hebben al uitverkocht? Waar is Chrisje haar veldbed naartoe? Komt die niet meer? Jawel, ziet, kijk. Ik weet niet als jullie het zien. Daar staat hem. Daar staat hem. Met een kus erbij. Waarom is het altijd zo rommelig bij u thuis? Als het hier rommelig is, is het ook bij mij thuis rommelig. Ik moet eens mijn leven terug eens de goede op orde te kunnen stellen en al. Ik ben ermee bezig. Ik heb ook nog eens binnenkort nog eens aan open thuis vragen of samenpunt, of hoe ze ook nu noemen. Om te kijken hoe we dat ook kunnen aanpakken, dat het hier van binnen of van bij mij minder rommelig is. Maar dan kan dat hier ook beter worden georganiseerd. Lucas, saai. Dit soort video's kijkt niemand. Wanneer ga jij dit eens begrijpen? Nooit!
Vlog 1869. Doe nu maar aan sporten. Super veel stijten. Hopelijk komt het weer goed. Dankjewel. Scopatropa. Ik heb zo net een traan moeten laten bij dit verhaal. Hoe kan ik je troosten? Sterkte alvast. Ik wil er over mijn verleden van het gepest. Want dat gaat over mijn vroeger van dat ik vroeger heel zwaar gepest ben geweest. En hoe je mij daarmee kan troosten, ik denk niet. Omdat van dat daar bepaalde personen hebben gestudeerd daarvoor. Voor zo'n mensen ooit te kunnen helpen, zodat ik traumazorg. En ik moet dus ooit eens mijn verhaal ook eens aan iemand kunnen uiten, wat ook in het verleden is gebeurd en al. En dat ze dan mij daar ook op kunnen behelpen. En hoe ik dat dan ook een plekje kan geven in mijn leven van, ja, die pesterijen. Want ik heb tot heden toch nog soms hoor, er last van. Ik heb daar nog schrik van hoor. Ja, dat ik nog heel zwaar ga gepest worden. Westerlo. Dus terwijl jij ligt te wenen in de vriegen, zit al de rest 20 liter bussen te verzetten en jij durft hier nog de coole man uithangen en dankjewel zeggen aan jouw team. Man, je zot in uw kop. Iedereen daar dubbel zo hard kunnen werken omdat jij weer pauze pakt in de... Daar ga ik dus niet verder op in. Heb u dat al 6 keer horen zeggen over de jaren? Volgende week ben je dat vergeten? Nee, ik zal nooit mijn pesterijen vergeten. Waarom zijn het altijd marginalen in de appartementsblokken die ruzies maken en elkaar willen kennen? Ik weet het niet, Westerlo, 1, 2, 3. Ik weet het totaal niet waarom dat er zo'n marginalen hier in de appartementsblokken zitten. Dan hij opnieuw. 2 weken geleden zei Bea nog tegen iedereen dat ze jouw beu was en haatte en nooit meer wou horen of zien. En nu wil jij nog altijd mee samenwonen. Waarom? Ik zie mijn schatje doodgraag en daar komt niemand intussen. Niemand niet. En als er vragen zijn rondom Bea en mij, die ga ik ook negeren. Waarvan? Dat is iets privés en dat wil ik ook wat privé houden. Maar, hoe het gaat tussen mij en mijn vriendin. Want jullie weten dat ook niet, hoe het gaat tussen het vriendin van Acid of Nathan de Six. Dan, boterhamvlaus. Denk inderdaad beter is jij laat jou eens opnemen. Dat wijst de toekomst uit. Eerlijke vlog. Beter dan liegen en verbergen. Goed gedaan. Duimpje omhoog. Dankjewel, Teasers Tech. Voor zo'n hele mooie reactie. Dan zitten we aan vlog 1870. Daar zijn 8 reacties op gekomen. Teaser Tech. Je weet toch dat Luc al van de Russen is? Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik. Maar ze zijn ook goedkoop. Daar trekt Dimi hem niet van aan. Dimi is trouwens een Russische naam. Nee, is het een Griekse naam. Denk ik. Google, help me eens. Van waar komt de naam Dimitri vandaan? Herkomst is een betekenis Dimitri. Dimitri is afgeleid van Dimitrius. Dimitrius is een Griekse naam met de betekenis zoon van Demeter. Demeter was de godin van de aarde en de landbouw. In de Oosterse kerk wordt een heilige met de naam Dimitrius vereerd. Valesse! Ik ga het ook nog eens even laten... Ik ga het jullie laten horen hoor, want ik lieg niet. Alsjeblieft, hier is hij.
Google? Herkomst en betekenis. Dimitri is afgeleid van Demetrius. Demetrius is een Griekse naam met de betekenis zoon van Demeter. Demeter was de godin van de aarde en de landbouw. In de Oosterse kerk wordt een heilige met de naam Demetrius vereerd. Dankjewel, Google. Voilà, nu weet je dat. Sep, dus niet van Rusland. Daar zit je weer al fout. Boterhamvlos, zo heel dringend was dat niet. Jij zit ervoor nog op uw dode gemak alles in uw postje te steken. Wat zou jij ervan vinden, moest iemand uw vloer komen pissen? Dat is wel even geleden van de vlog, dus ik kan er geen antwoord meer op geven. Vind jij dat normaal op Benny zijn de grond pissen? Ja! Ik moest echt heel dringend, sorry. Ik moest echt heel dringend. Ik geef het eerlijk toe. Ik heb het gedaan, sorry. Maar heel veel mensen doen het. Dan, dat daalt omdat jij niet zuinig rijdt. Jij trekt op precies of jij hebt één Ferrari. Had ik dat maar. Dat is mijn droommotor. Nee, Lamborghini is mijn droommotor. Dan gaat het over wilplassen, dus van Boef. €140 is dat. Kunt je u dat permitteren? Buiten het feit dat het strafbaar is, is het letterlijk uw straat waar je aan het pissen bent. Ja, en dan? Waarom zitten er twee dikke gaten in uw struikkolom? Huh? Dan moet ik wel eens zien. Opzet. Noem maar op. Voilà. Ik snap het niet. Ik snap het niet. Waarom zitten er twee dikke gaten in uw struikkolom? Stuurkolom. Huh? Om uw handen daar aan vast te houden. Uw gsm ligt op de passagierszetel en niet in een vaste houder. Ja. Dus als ze continu over boetes gaan praten, nee. Dan, 1871, twee reacties opgekomen. 4304 van Saint L. Wij hebben, godverdomme, dezelfde computercase. Ah ja? Ah ja, hier, voilà. En dan, Sal Sosaus. Ha 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 ha. Oké. Dat is hier kleddernat. Ah ja, dat daar kleddernat was. Yeah. Oh, ik moet de koude water challenge ook nog eens doen. Ja, dat gaat ook nog wel eens leuk zijn voor eens in mijn vlogs te steken. Dan zitten we aan vlog 1872. Daar zijn 5 reacties op gekomen. Studio, stop gewoon met filmen, want je bent al een week niet meer film. Blablabla. Tesje. Het is mijn studio, yo. Ik kan je één ding zeggen. Het is mijn hobby. Ik pak mijn hobby hoe ik het wil. En als u dat niet interesseert of het stoort u, daar staat nog altijd zo'n abonneerknopje. Als je geabonneerd zit op mijn kanaal, dat je ook kunt deabonneren. Dan moet je daar maar gewoon op klikken. Dan mag je mij niet meer volgen. Als jij zegt van, stop gewoon met filmen. Voilà, dan stop dan gewoon met mij te volgen. Voilà. Laat je community maar weer in de steek. Kan je evengoed geen Discord meer doen. Het is uw bot die foto post. Hey. Ja, dat weet ik wel. Maar hoe het komt of wat. De admins hebben er eens naar gekeken. I don't know. Allee, we zijn alweer aan het opgeven. Winnaars geven niet op. Dan doe niet maar sporten. Je vlogs zijn leuk om naar te kijken. Ga zo door. Dankjewel. Dan Lucas, stop er gewoon mee, maat. Als het u ook niet interesseert, dezelfde antwoord als Studio U. Dan heb ik C.U.L.A.N. Van de giveaway. Dus daar heb ik er redelijk wat mee gedaan. Dus gelijk Motweske.
Dat zijn, ja, die reacties ga ik niet opnoemen, omdat dat dan een giveaway is geweest. Dan heb ik ook nog een spelletje gedaan, Planet Coaster. Geen vlog, geen livestream, geen short movie update. Enkel een stomme gaming movie waar niemand een kloot interesse in heeft. Waarom hebben ze die spel dan uitgebracht, Broeside the Buns? Dan is er is wel redelijk wat interesse in. Voilà. Bij deze hoop ik dat jullie hebben genoten van mijn vragen van Discord en de QQQ&A vragen van YouTube. Ga ik hier al afronden? Ik weet het nog niet. Dus ik ga het via mijn GoPro ga ik het wel afronden. Voilà. Mensen, ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Voilà. Via de webcam dan. Hè. Yo yo. En een dikke shout-out ook naar mijn livestream aan Olly. En ook nog eens aan Exo, die aanwezig waren ook op de spraakkanaal. En ja, Exo zegt, yo beste mensen, want dat zit nu niet in mijn vlog. Ik ben momenteel nog altijd aan het livestreamen hier, Rollercoaster Tycoon 3. Ik ben nog maar een paar prepjes in het daglicht aan het zetten, wat beoordelingen aan het doen. Hoe je dat vindt, hoe ze het hebben gebouwd en al. Zo lijkt deze mooie boomstammen attractie waar we nu in zitten, vind ik wel echt heel mooi gedaan. Allee, ik hoop dat jullie van de livestream hebben genoten. Zo mens, ik heb nog een uur en 26 minuten gelivestreamd. Au, mijn rug. Hell yeah. Mijn Cetapanto met mij helpt om ook tijdens deze moeilijke tijden om mij daar door te slaan. Van ze weet ik niet wat ik heb gedaan hoor. Dan ben ik misschien al onder een training gesprongen of zo voor de pijn eraf te zijn. Jee, maar dat heb ik nu nog niet gedaan hoor. Doe dat ook niet voor jullie. Nee. Want ik hou van jullie, hè, kijkers. I love you, kijkers. Laat ook eens onderaan in de reacties eens weten wat jullie ervan vinden. Hebben jullie liever livestreams? Of hebben jullie liever... vlogs. Dat was het. Ik kon niet op het woordje. Vlogs. Ah, wel, voilà. Je weet toch dat er ook in augustus wat paar onweerders aanwezig zijn geweest? Als ik die beelden ook terug kan vinden op mijn computer, dan ga ik die ook eens binnenkort eens online zetten. Dat is wel een hele leuke timeslip waar ik daar heb van kunnen maken. Maar voor de rest, ja, heb ik niet meer veel te vertellen. Ga ik hier ook de vlog weer op beëindigen. Ik heb Rollercoaster Tycoon 3 gespeeld. Ik ga ook nog wat pretparken verder, nog meer pretparken gaan reviewen. Want ik heb wel een hele leuke website daar rond gevonden. En even terughangen. Even kijken wat ze daar allemaal hebben. Dus bijvoorbeeld parks. Dus als ik zeg van kijk, ik wil... filter bij game, maar bijvoorbeeld Rollercoaster Tycoon 1. Want daar heb ik de laatste tijd ook al veel gespeeld. Daar heb je bijvoorbeeld de Coaster Heights, Rollercoaster Tycoon, Rainbow Valley, which is Canary. Dus mensen hebben hun eigen pretpark daar ook gebouwd en al. En en ik wil daar dan ook wel een mooie review rondmaken en al. Hoe ze dan die pretparken hebben uitgebouwd. Zogelijk, ik heb hier mooi 4 pagina's. Of zijn het er meer? Nee, 4 pagina's. Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 x 3,
Dat is 60 parken waar ik dan kan gaan reviewen, want de vierde pagina daar zat bijna niks meer op. Dus ja, dus ik kan redelijk wat pretparkjes gaan reviewen ook voor jullie. Rollercoaster Tycoon 1, dan heb ik ook nog Rollercoaster Tycoon 2 en Rollercoaster Tycoon Classic. Daar zit, hoeveel pagina's van pretparken hebben we daar? Daar zijn er al 24 van. Dus ja, ik kan... Eens even kijken. Bobbejaanland. Eens kijken, als we Bobbejaanland hebben. Ja, als we zeggen de Vekoma Swing Turns. Dat is die hangende achtbaan. En dan heb je nog de Bobbejaanland Splash die ik hier... Ik heb nu eens gewoon eens op Bobbejaanland opgezocht. Hè. De Revolution van Bobbejaanland. Die staat er wel een paar keren op. Dan zie ik hier nog... Tornado, Eurofight. What the fuck? Kijk hè, als ik naar die screenshot kijk, dan zijn er echt stukken dat ik hier sta, stukken ertussenuit, hier is een stuk tussen, daar zijn stukken tussenuit, hier is een stuk tussen, die is dus blijkbaar nog niet af, oké. Okay. Maar bijvoorbeeld ook eens, Walibi Belgium. Ik ga gewoon Walibi inschrijven. Walibi. Walibi! Walibi! Robin Hood van Walibi hebben we hier al tussen staan. De Goliath hebben we hier al tussen staan. De Goliath. Dat is die snelle achtbaan in het begin van een pretpark van Walibi Nederland. Speed of Sound is ook van Walibi Holland. Ik zie hier toch Walibi Belgium, oh, Psycho Underground. Als die echt perfect is nagemaakt, wauw. De Goliath Walibi Holland, die is echt heel veel keren nagemaakt. Dan hebben we nog de Boomerang. De Express. Oh my god, ze hebben hier echt... Ja. Ze hebben hun best gedaan. Lopsa. Die bestaan ook wel al lang, hè. Heidi the Ride. Oh my god. K3 Rollerskater. Oh my... Dat is mijn allereerste achtbaan geweest, hè. Zo de K3 Rollerskater. Maar toen heette dat nog de Mini Park. En hoe ze het dan noemde... Wacht, hè. Oh, hoe noemde dat toen vroeger? Rollercoaster... Rollercoaster... Database.com. Millipark. Ik ga die eens opzoeken als ik dat nog vind. Millipark. Ja. Dat staat er nog in. Oh my god. Die heeft toch nog andere namen gehad dan K3 Rollerskater. Jammer dat er niet meer op staat. Lengte 335 meter, hoogte 13 meter, snelheid 45,9 km per uur. Inversies 0, duur van de rit 1 minuut en 6 seconden, elementen, een booster, wheel lift hill. Ja, maar hoe het vroeger heeft genoemd... Dat weet ik dus niet. Ik ben nu echt aan het opzoeken. Nee. Kom ik of ik kom mijn website uit. Nee, ik ga jullie laten. Ik ga hier ook al de vlog beëindigen. Dan kan ik de vlog in elkaar steken. Of anders gaat dat weer al veel te lang duren.
Dus dan staat daar ook tussen gelijk Planet Coaster, Roller Coaster, dus al die prepparen games. Ik heb ook nog gezien dat er ook nog een open Rollercoaster Tycoon 2 World Edition is. Die ga ik ook nog proberen vast te krijgen, noem maar op. En dan daar ook weer al wat prepijsjes testen en al. En dan wat beoordelingen geven. Ik wil dat spel ook weer al wat in het daglicht zetten. Of van prepparken, dat deed ik echt heel graag. Voilà. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Of een short movie of iets anders. Voilà. Dankjewel om weer al een deel uit te maken van mijn leven en mijn vlogs. Lopen gewoon terug verder. Hè. Ik weet niet op welk getal dat deze vlog is. Deze vloggetal is... Oh my god, zie dus hoe lang geleden dat is voor mij. Oh, welke vlognummer is deze wat ik nu aan het maken ben? 1873, dus we komen richting de 2000. 2000 vlogs, mensen. 2000 vlogs is heel dichtbij. Oh my god, wat moet ik toch gaan doen? Help, wat moet ik doen? Wat moet ik doen met de 2000ste vlog? Laat mij hieronderaan in de comments ook weten. En wel, tot later allemaal, want ik moet nu wel echt gaan beëindigen, want hier staat zo'n batterijke op mijn GoPro. En die zegt van, oei, ik ben in het rood, ik heb wat voeding nodig, ik heb wat lekkere stroom nodig, of anders ga ik lekker uitvallen. Oké, ja, dan ga ik maar uitvallen. Hè. Mensen, tot later, tot de volgende keer. Yo. Ja mensen, het is wel redelijk veel werk met die nieuwe programma, Wondershare, Filmora. Dat is een zeer goede video editingsprogramma. En ik ben er echt heel content om. Maar ik heb zoveel te bekijken. En sorry dat het een uurvlog is geworden, want ik ga nu proberen nog 3 minuten bij te lullen. Dan zit ik toch echt effectief aan mijn uur. Maar ik moet ook nog oppassen dat ik die 3 minuten volledig kan volkrijgen. Awel. Ik ga nog één keer nog een triviaje doen. Als ik de juiste lichten weet te vinden. Voilà. Oké. Dus dan zijn die 3 minuten wel vol. Hoe heet een vakantie waar je allerlei loslopende wilde dieren gaat bekijken? Safari. 5, 4, 3, 2, 1. Is dat de juiste antwoord? Yes, dat is het juiste antwoord. Safari. Wat is het verschil tussen playback en een sound mix show? Ah, die ken ik. 5, 4, 3, 2, 1. Ik ga mijn antwoord eens geven. Dat is gelijk playback. Dat is dus muziek speelt met de juiste artiest en al. En dan zeg je zo mee te playbacken. Dat is playbacken. En een sound mix show. En een sound mix show, dat weet ik dus niet. Bij sound mix wordt er... Wacht, hè. Bij sound mix wordt ook echt gezongen. Ah, oké. Was een goedendag een vreselijke bol met pieken, een vriendelijke clown of een middeleeuwse krant? Was een goedendag... Een vreselijke bol met pieken, een vriendelijke clown of een middeleeuwse krant. 5, 4, 3, 2, 1. Ik denk een middeleeuwse krant, denk ik. Ik denk dat, hè. Vreselijke bol met pieken. Ja, oké dan. Hoeveel eurostukken passen in een dozijn? Hoeveel eurostukken passen in een dozijn? Dat weet ik dus niet. 5, 4,
3, 2, 1. Dat hangt eraf van toch van welke eurostukken. Als het echt euro's. Sorry, het is een klein beetje in een andere setting even geworden. Ja, je ziet hier wat kabels. Ik wil toch mijn vragen toch afmaken. Hoeveel eurostukken passen in een dozijn? Ja, dat waren er dus 12. Oké, de volgende vraag, de voorlaatste. Welke vlekjes komen vooral in de zomer rond de neus van velen tevoorschijn? Welke vlekjes komen vooral in de zomer rond de neus van velen tevoorschijn? 5, 4, 3, 2, 1. Ik weet het niet. Verhooikoorts. Sproeten. Ah. Oké. Wat hoort niet thuis in het rijtje? Rugslag, schoolslag, opslag en vlinderslag. Ik herhaal, wat hoort niet thuis in het rijtje? Rugslag, schoolslag, opslag en vlinderslag. 5, 4, 3, 2, 1 en ik denk opslag. Opslag is geen zwemstijl. Voilà. Bij deze hoop ik dat jullie nog van even van deze extra stukken hebben kunnen genieten. Dat ik toch over een uur ben toch kunnen geraken met mijn vlog. Dus ik hoop dat jullie er wel echt hebben van genoten. Hè. Tot later allemaal. Yo. Nu ga ik echt mijn vlog in elkaar steken.